Andermaal was dit Nando. En hier zien we Mangarin, de maker van het doelpunt van Coruña. En dit is een goede voorzet. En daar, na 58 seconden, is het doelpunt van Alfredo. Een invaller in de wedstrijd van zaterdag. Nu getooid met het nummer 8. En hij zet Deportivo La Coruña na een verdedigingsfout op 2-1. Dit is de voorzet van Mangarin. Daar gaat Juan Carlos in de fout. Die geeft de ruimte daar aan Alfredo. Zubizarreta komt nog vertwijfeld uit zijn doel. Maar het is 2-1 en dit is de maker van dat doelpunt.